Terwijl u op woensdag 1 mei misschien wel aan het genieten was van een welverdiende rustdag, kwamen op het Sint-Pietersplein in Gent tientallen jongeren samen om deel te nemen aan de Superhero Run. Verkleed als hun favoriete superhelden, legden ze elkaar het vuur aan de schenen in een razendspannende loopwedstrijd. Het idee kwam van Cédric van Belle en enkele van zijn medestudenten en kwam tot stand in samenwerking met de Culture Club. We hebben gekozen voor superhelden. Ik zelf werk in de Culture Club. Superhelden is daar ook thema. Die deden mee. Het was erop geboren. Superhelden zijn ook in tegenwoordig. Overal dat je kijkt, op televisie, internet, overal is wel iets met superhelden. Dus we dachten, we gaan dat proberen doen en hopelijk heeft het wat succes. Het zou natuurlijk geen wedstrijd voor superhelden zijn, zonder enkele lastige obstakels die de deelnemers moeten trotseren. En de ene overwint die al net iets eenvoudiger dan de andere. Popeye lijkt er alleszins weinig moeite mee te hebben en wint zijn run met ruime voorsprong. Hoe lastig waren de hindernissen? Een van de lastigste was de camouflage net waar je onder moest kruipen. Omdat je moet dat wel je lichaam gebruiken. Voor de rest, de container, het tweede deel met de touw naar boven nemen, naar trekken, dat was toch wel iets moeilijker dan de andere hindernissen. Van deze tweede ronde, dames en heren, niemand minder dan de one and only Popeye!